Goedendag, Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De satellietfoto spreekt duidelijke taal. Er is veel bewolking in Nederland en ook in de aanvoerrichting, en dat is namelijk de Noordzee. We zien een paar opklaringen, dus de zon laat zich wel van tijd tot tijd zien, maar er trekken ook buien over het land. Het zijn talrijke buien, dus op veel plaatsen er valt er regen. De droge periode hebben echter wel de overhand. Vanmiddag neemt de buiigheid in het zuidwesten wat af, daar schijnt de zon het vaakst. Wordt het zo'n 17 graden. In het binnenland en in het noorden blijven de buien aanhouden, met de laagste temperatuur opnieuw in het Waddengebied zo'n 14 graden. Ook vanavond nog enkele buien, het aantal wordt wel wat minder en er komen iets meer opklaringen. De windwaarde uit Noordwesten 3 tot 5 voor. Ook morgen nog een Noordwestenwind, maar hij neemt wel in de loop van de dag iets af. Ook het aantal buien wordt geleidelijk minder en de zon kan vaker schijnen, dus we kunnen spreken van een weersverbetering. Het wordt ook iets zachter, 16 tot 18 graden. Zondag wordt het 18 tot 20 graden. De ochtend verloopt nog droog, maar in de middag neemt vanuit het westen de buiigheid opnieuw toe. Al met al dus toch enigszins een enigszins wisselvallig weekend. Maandag verwacht ik een vrij natte dag met veel buien, en ook dinsdag er vallen er opnieuw buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.